Hele goedemiddag, lieve mensen, en welkom bij alweer een nieuwe vlog van Ontspannen Jan. En vandaag gaan we aan de slag met Halloween versiering. Dus in de vorige vlog heb ik jullie uitgelegd wat we gaan doen. Demi is jarig 6 oktober. En op het moment dat jullie deze vlog zien, dan is zijn verjaardag dus al geweest. Ja, ja, klopt. Dus we gaan lekker versieren. Hier hebben we alvast wat Halloween decoraties staan. Maar we hebben alles van zolder gehaald. En hier zitten ook nog wat leuke dingetjes tussen. Nou, dit is gewoon een trick-or-treat bakje. Is niet veel bijzonders. We hebben wat heksenhoedjes. Nou, deze gaan we nog gebruiken. Maar ik ga niet vertellen wat ik ermee ga doen. En heel veel spinnenwebjes met spinnen. Hi Jovi. Ah ja, daar is hij weer. Geen dinobaby. Wie ben je nu? Frankenstein? Oké, nou. En we hebben hier nog wat losse grafsteentjes en dergelijke. Dus die gaan we ook ophangen. Dat gaan we ook ophangen. Gaan we ook ophangen. Gaan we allemaal neerzetten, plaatsen. Ja. En natuurlijk onze grafstenen die we hebben gemaakt. Ik ga jullie even de voortuin laten zien. Dit is de voortuin. Dus het ziet er al uit als een begraafplaats. Dus dan is het gewoon makkelijk om onze grafsteentjes te plaatsen. Dus blijf vooral kijken, mensen. We hebben één ding al vergeten. Of vergeten. Dachten dat we die nog hebben, maar hebben we niet. Dat is visdraad. Dus deze vlog wordt de zoektocht naar visdraad. Dus ik ga even hier alles afstuinen. Deze kast. En dan hoop ik dat we visdraad hebben. Anders moeten we die weer halen. Dus dan wordt het weer een action of bouwhuis vlog. Ik hoop het niet. Dus ik hoop dat we gewoon vandaag alles af kunnen maken. En dan laat ik jullie straks zien hoe het geworden is. Dus we hebben het raam in ieder geval al zo goed als klaar. En ik ga even het beeld draaien. Nou, zo ziet het er dus van de achterkant uit. En nu denk je, wat de hel is dat? Maar we gaan even van voren kijken. Nou, kijk. En dit is het van voren. Je ziet de weerkaatsing in het raam, dus je ziet het niet super goed. Nog steeds niet, maar het is, ja, kijk. Kijk. Dus nu zie je de spinnen ook goed zitten overal. Hier zijn de grote spin. De pompoenetjes komen er goed uit. De vlaggetjes, ja, nu ziet het er vet uit hoor. Straks als het donker is, zie je het natuurlijk nog beter. Maar dit is onze begraafplaats. Ze hebben de voortuin nog niet gedaan. Dus, maar dat komt nu heel goed uit. Want hier kunnen we gewoon lekker de grafsteentjes plaatsen. Nou, wij gaan nog even verder met versieren, decoreren. We hebben nog, even kijken. We hebben heel veel slingers nog om op te hangen. En hier hebben we ook nog lampionnetjes. Dus stay tuned. Het is inmiddels avond. En we hebben eigenlijk alles zo goed als versierd. En dit wordt de candy tafel, zeg maar. En hier zit die engert. Oh! Rokzak. Daar had hij mee. Kijk, dus als het goed is. Kijk. Oké. Hey. Die is vet, hè? Maar je kan hem ook instellen dat als je met je hand erin reikt, dat hij je ook pakt, als het goed is, hè? Nee? Hoe dan? Dat staat er niet goed, schatje. Zo. Mama, heeft dat kaartje af? Of zit u? Ah, daar! Een rotzak. Ik ga zo meteen aan de voorkant staan om dit te laten zien. Nou, deze versiering hadden we eigenlijk al. Dus die hebben we opgehangen.
De lampionnetjes hebben we wel bijgehaald. En dan ga ik jullie even de voorkant laten zien, want die is ook echt leuk geworden. Hoor. En dit is de voorkant. Er zitten twee pompoenetjes met de twee spinnen. Rest in peace. Lampionnetje, slingertjes. En als je van dichtbij kijkt, dan zie je in een spinnenweb ook nog allemaal kleine spinnetjes. En hier de wat grotere spinnetjes. En hier de mega spinnen. Dus het is leuk geworden, we zijn er heel blij mee. Goedemorgen, lieve mensen. Oh. Huh? Hè? Wij zijn onderweg. En zoals jullie zien zit ik achterin. Ik ben, hoe noemen ze dat ook weer, demoted. Niet gepromoveerd, maar gedegradeerd naar de achterbank. Want mijn plek is ingenomen door... Hallo. Dallas. Ciao, Dallas. Dus kleine Jovi zit voor hem. We gaan nou brood gooien bij de eendjes. Maar we hebben besloten om met de auto te gaan, want het regent een beetje. Het is niet zo lekker weer. We zijn aangekomen bij Bilderberg Hotel. En dat heeft ook al zo'n mystieke vibe hier zo. Dus kijk, hier heb je weer die lantaarns. Waar ik in de vorige vlog over had. Alleen hier heb je dan zeg maar het kasteel. Daarachter zie je het. Maar het is inmiddels een hotel geworden. Hoor je de eendjes al? Dat is ook wel bijzonder. Dat zijn vier kunstwerken of zo. Geen idee wat ze inhouden. Maar hier heb je dan nog in het midden zoiets. Het lijkt wel zo'n... als je het openmaakt hier zo, zo'n deksel. Waar ze vroeger mensen in gooiden of zo. Game of Thrones. Oeh, daar zijn de ganzen al. Dus ik ben bijna te laat voor het feestje. Oh, de grote zwanen zijn er ook. Hier, Jovi. Oh. Doe maar gooien. Stukjes, hier, mama heeft stukjes. Moet je één voor één gooien. Ja. Ja. Eentje. Goed zo. Wat is dat, jong? Cirkel. Het staat in een cirkel en dan... 17 oktober 1997. Oh, zo oud is het niet. Piet Killaas, geen idee. En er staat... Licht, leven, schepping, vruchtbaarheid en neergang. Oké. Okay. En dat is dan de inner cirkel. Oké. Nou, weten we dat ook weer. Hè? Zullen we bij het kasteel kijken samen, gauw? Daar is het kasteel. Kom gauw kijken. Nou, ik weet niet in hoeverre we daar op mogen lopen. Of het verboden is voor onbevoegden. Volgens mij wel. Ik kan wel een stukje laten zien. Dit is een Bilderberg Hotel. En ja, als je wat Bilderberg, dan weet je ook wel dat het duur is. Verboden toegang voor onbevoegden. Leveranciers ingang. Nou, het enige wat wij komen leveren is... ontspanning. Dus ik denk dat we hier goed zitten. Nou, laten we dit stukje zo zien. Kijk, mooi hè? Prachtig. Het is een prachtig kasteel. Mooie lampen hier. Dat hoort er allemaal bij. Het is Bilderberg Hotel. Het is eigenlijk een soort van een tiende van het land. Van de opbrengsten van de... Ja. Noem maar wat. Ja. Dan kreeg dan de gast de kasteel. Is wel mooi hoor. Dit ligt eigenlijk, we zijn wel met de auto gekomen. Maar dat is voor ons gewoon 10 minuten lopen om hier naartoe te gaan. Maar het is altijd wel heel mooi om hier te zijn. Vooral zeg maar nu,
Als het wat grauwig is. Met de bomen en de kastanjes. Kastanjes die naar onder vallen. Ja, je moet je uitkijken, kastanje, hè. Dus hier loop je eigenlijk door de poorten. Ik hoop dat ik te verstaan ben met deze wind. Het is best winderig. Maar kijk alleen al hier, zeg maar, zo met die lampen. Ik vind het echt mooi, hoor. Dat is de tientschuur. Ja, boven is helemaal binnen, hè? Ja, ja. En hier is de tuin. En hier achter het tuintje waren we in de vorige vlog. Dan was het ook al een beetje donker en grauwig. En voelde het niet prettig, zeg maar. Maar dit is de wandeltuin hier. Aan de linkerkant. Zullen we teruglopen, jong? Ja. Oké, kom maar. Kom. Kom maar, we komen eraan. Ga je maar even rennen. Ja, ik zie het. Kan best dat hier iemand woont. Het heeft een huisnummer, dus ik denk van wel. Hoe ver is dat als, hier, als dit je woning zou zijn? Kijk maar, hier is een huisnummer. Als dit je woning is. Zou wel echt vet zijn. Dat is onze nieuwe deurbel. Spirits that haunt this house, hurry and leave a message before it's too late. Vet, hè? Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is een nieuwe dag. We zitten met z'n allen in de auto. We gaan even boodschappen doen. En vandaag hebben we wat leuks op de planning. Ik ga kerstkamperen. Jovi, waar is dit van? Van mijn lijn. Van mijn lijn? Ja. Mijn lijn van Toverland? Nou, we hebben zojuist de boodschappen gedaan, voor de verjaardag ook, en ik heb nog wat meegenomen voor de week daarop, als ik ga kamperen of bivakeren, en dat is dit. Dit zijn eigenlijk kleine houten aanmaakblokjes, ja, van aanmaak gewoon houten blokjes, en dit zijn wat grotere haardblokken, dus daar gaan we een aantal van meenemen, zodat we in ieder geval verzekerd zijn van droog hout, en ook daardoor ook een vuurtje kunnen maken. Zodat we in ieder geval iets te eten kunnen maken. Dus straks ga ik alles opzetten. En ik ga de barbecue gebruiken als vuurtje erbij. Dus dat gaan we ook doen. Dus ja, stay tuned.
krijg een beetje camping vibes. Dus dat is ook de bedoeling natuurlijk. Dus we gaan gewoon lekker een testnachtje. Dus daar hoort ook een soort van kampvuurtje bij. Oh, dat ruikt altijd zo lekker, hè? Dus ik heb vanochtend wat hout bijgehaald. Ook wat grote haanblokken. Dus dan blijft het vuur ook wat langer aan. Nou, hier is het tentje wat we op hebben gezet. Dus dan gaan we een testnachtje doen. Lekker in de tuin, lekker veilig. Maar ik wil gewoon even checken hoe dat is. Lekker alleen in de tent, met de kou. En ze doen wel gewoon warme kleding aan. Maar ik heb er zin in. Dus ik ben benieuwd. Vandaag heeft mijn neef Isje een zaklamp gebracht. Ik had een kleine zaklamp, maar is eigenlijk niet voldoende. Nou kijk, deze is eigenlijk meer dan voldoende. Dus je ziet alles. Kijk, dat zelfs op het huis. Ja, kijk, die is ideaal. Is eigenlijk perfect voor wat we gaan doen. Dat is Jovi bij het raam. Ik ben nu nog even bezig met het editen van een video die ik aanstaande woensdag ga droppen op YouTube. En het is een video eigenlijk voor mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en die op zoek zijn naar wat meer diepgang. Het is een, ik zou niet willen zeggen dat het een interview is, want dat is een spontaan iets wat op dat moment is ontstaan. Zonder voorbereiding of planning of wat dan ook. Het idee is ontstaan voordat we gingen wandelen. En op een gegeven moment zijn we een pad ingeslagen. En dan moest je een berg op, moest je stijl omhoog. En uiteindelijk kwamen we bij een bankje uit. En toen hadden we zoiets van, ja, laten we even gaan zitten. En toen heb ik eigenlijk gewoon de camera aangezet, omdat ik toch al wilde gaan vloggen. En toen hebben we dat filmpje opgenomen. Dus het is echt bedoeld voor de mensen die interesse hebben in spiritualiteit. En ik ga die filmpjes ook brengen op de woensdag. En op zondag hou ik wel gewoon de normale vlogs. Maar dit is eigenlijk het eerste deel van Op Pad met Jan. Dus ja. Dus dat gaan we nu nog even editen. En dan ga ik dadelijk mijn warme kleren aandoen en dan ga ik de tent in. Dus dan ligt mevrouw lekker op de bank. Hi mevrouw. En dan ben ik benieuwd hoe het in de nacht gaat. Nou, ik ga hier nog even aan verder werken en dan neem ik jullie straks mee de tent in. Mensen, daar liggen we dan. Dus ontspan met Jan in de tent. Ik lig helemaal alleen en op de achtergrond hoor je het vaker van de buren sneeuwen. Dus dat geeft toch wel een soort gevoel dat je niet alleen bent of zo. Maar ik ben benieuwd hoe de nacht vergaat. Ik heb geen kussen en dat vind ik wel echt klote. Dus ik zie jullie morgen vroeg en slaap lekker. Peace. The next morning. Goedemorgen mensen. Ik heb best wel oké geslapen. 6:00 in de ochtend. Ze gaan nog niet opstaan. De rest slapen er nog. Dus ik ga vandaag opstaan, ontbijten. Theetje drinken. Ja, kijk, het is nog zelfs donker mensen. Beste maan, mooie sterren. We lopen nu naar binnen. Goedemorgen. Nou, kun je even lekker slapen.
Dus ik laat even... Maar papa, ik zie geen huis. Nee, dat komt omdat ze nog niet zijn begonnen. 6:30. Voor de mensen die denken, ze zijn fraudeur. We hebben echt in de tent geslapen. Goddamn. Dus het is wel echt koud buiten nu op dit moment. Maar ja, we gaan even lekker wakker worden, ontbijten en dan zie ik jullie weer aan de volgende. Een hele goede middag, lieve mensen. Ik ga nu alle spullen opruimen. Ik heb de tent nog staan. En ik moet zeggen, het is me best meegevallen. Dus ik had verwacht dat het veel kouder zou zijn. Ik ben wel op een gegeven moment ergens om de uur of 3:30, 4:00. Tussen 3 en 4 ben ik een keer wakker geworden. Omdat ik de slaapzak van me af had geduwd. Dus dat was een beetje fris. Maar ik verheug me op volgende week. In de Ardennen zal het wel een stukje frisser zijn. Maar ik ben er goed op voorbereid. Dus we zorgen gewoon dat we dikke kleren meenemen. Dus een lekkere dikke slaapzak hebben we. En dat is een mummy slaapzak. Dus die kun je helemaal over je heen doen zo. En dan lig je helemaal lekker zo erin. Dus dat gaan we doen. Die hebben we gisteren ook nog aangehaald. Oh, kijk eens. Er is niks meer van over. Dus ik wil vanavond weer gewoon lekker vuurtje aanmaken. Vuur geeft kalmte en rust. Voor de mind, zeggen ze. Dus, maar ik vind het ook gewoon aangenaam, prettig. Dus dat gaan we doen. We gaan dit opruimen hier. De blokjes gaan we ook even achterleggen in de schuur waar het droog is. En ja. Nou, dat hebben we in 15 minuten gefixt. Dus valt mee. Nou, het is me echt een reuze meegevallen om mijn nachtje in de tent te kamperen. Als ik me niet vergis, krijgen we volgende week wel wat slechter weer. Dus wat meer regen. Dat maakt het avontuur wel compleet of zo. Dus een beetje ASMR in de tent. Dus dat komt goed. Nou, we hebben weer een mooie lucht. Met mooie lijntjes weer getrokken daar. Maar we gaan even de spullen nog opruimen. En dan gaan we ons klaarmaken voor het weekend. Dus dan is Demi zijn verjaardag. En zondag gaan we natuurlijk naar de gamebeurs. Ik probeer alles in deze vlog te krijgen. Maar ik denk dat aanstaande zondag de gamebeurs sowieso niet gaat lukken. Dat wordt een andere vlog. Maar ik heb hele leuke ideeën voor zaterdag voor de verjaardag. En ik hoop dat ik dat nog verwerkt krijg. Ik ga er niet vanuit. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan wordt de volgende vlog des te leuker. Dus stay tuned. Hallo.